Nou, vandaag hebben we de Ford Focus 1.1 EcoBoost als testauto. En ik ben erg benieuwd. Deze nieuwe auto van Ford met een heel klein driecilindertje. Ja, zit je dan echt op een houtje te bijten of zijn de concessies voor het milieu en voor je portemonnee toch niet te erg? Nou, eens even kijken hoe groot de kofferbak is. Ja. Oké, die is voor het soort auto, hè, de Ford Escort of Ford Focus klasse. Golfjes en zo en dat soort auto's. Is hij best groot. Hieronder zit goed nog een luikje. Ja, er zit een reservewiel in. Nou, op zich ben ik een redelijke kofferbak. Wat ik ook erg mooi vind, een hoge opstaande rand. Als je de achterklep open doet, dan denk ik niet dat al het water zo hup de kofferbak in loopt. Mooi gootsysteem, dat blijft mooi buiten. Vind ik erg handig. Dat is, heb ik wel eens anders gezien. En wat ze ook gedaan hebben, zo'n slimme rubberen dop. Net als dat die mooi klem zit en die tussen de achterklep hier. Dat je niet dat je klappen krijgt. Nou, dat vind ik hartstikke goed. Nou, de schenieren buiten de ding. Nou, hebben ze mooi gemaakt. Handgrepen, zodat je handen niet vuil worden. Want er staat heel veel vuil slaat erop op neer. Oké. Zo'n spoiler zit er ook nog op. Ik weet niet of het de standaard is. Maar het staat eigenlijk wel goed. Nou, ik heb de motorkap maar even opengemaakt. Een kleine 1000cc driecilinder. In zo'n grote auto zou je wel denken, colère. Dat is niet vooruit te branden en driecilinder ook. Dat rammelt eruit. En narigheid en ik weet niet wat. Nou, dat is allemaal niet het geval. Er zit een turbo op en een moderne techniek. En dat betekent gewoon dat deze heeft 100 pk, maar er is ook een 125 pk. Die heeft trouwens ook een 6-bak, deze heeft een 5-bak. En ik heb al een klein stukje gereden. En ik moet eerlijk zeggen, het rijdt goed. Je hebt koppel en je hebt nog niet echt het idee dat je daar echt bij zou spreken. In eerste instantie dat je een beetje mee wil gaan meetrappen. Hè. Sommige auto's van die hele kleine motortjes van 1300-1400 cc zonder turbo. Dan moet je echt een beetje toeren maken, wil jij een beetje vooruitkomen. Nou, dus bij deze auto in eerste instantie, ik heb al een heel klein stukje gereden, merk daar heel weinig van. Straks ga ik verder rijden en dan ga ik kijken van hoe dit dan inderdaad werkelijk verder uitvalt. Ik heb deze auto helemaal niet zo heel veel last van. Nou, we zien hier de turbo, de overdrukregelaar. En Volkswagen gebruikt daar een elektronisch gestuurde klep voor. Deze doet het met een antiek vacuüm systeem, een beetje ouder. Maar goed, en de lammensonde. Het verbaast me is altijd twee lammensonden. Hier zit er één en er onderaan zit er één. Vrij vol. Oh, de pijlstok. Het systeem. Heel wat grappig. En daar kun je net zien de vette stuurhuissysteem. Dit zal de accu zijn, luchtfilterhuis, zekeringenkast. Zit er allemaal in. Nou, voordat we verder gaan rijden. Nou, dit is het dashboard. Ziet er erg speciaal uit. Het is een vrij redelijke luxe uitvoering. En vertelt je wat echt is. Wat voor systemen, er zit nog een radio op. Nou, het klinkt helemaal niet slecht. Beetje donker, maar kan best. Je kan ook een telefoon aankoppelen en zo. En, ook dit ziet er aardig luxe uit. De 125 pk uitvoering die heeft een 6-bak. Deze heeft 5 versnellingen. Nou, er zitten gescheiden temperatuurregelingen op. Hartstikke leuk. Nou, hier wel een spiegel. Met twee medetestrijders. Oké. Nou, wat opvallend is, door de getinte ruiten is het wel vrij donker in de auto. Dat is ook wel even wennen. Nou, een vrij druk stuur. Helemaal vol met knoppen. Hoe je de cruise control aanzet en het ding weer uitzet. En voor de telefoonverbinding en noem het allemaal maar op. Het zit er allemaal op. Een of ander parkeersysteem. Schakelaars, allemaal hartstikke leuk. Nou. Goed, nou laten we maar eens gaan rijden.
Ja, je hoort een gezellige roffel uit de voorronde komen. Maar hij klinkt niet harder dan andere auto's eigenlijk. Hij is vrij stil. En ik voel ook niet bij zijn spreken, wat je bij sommige driecilinders wel ziet, dat het motorblok stevig in zijn rubbers heen en weer beweegt. Om de zachte rubbers hebben, om de trilling te absorberen. Maar het nadeel is, dan voel je de motor nadrukkelijk bewegen. Nou, daar is altijd helemaal geen last van. Dat voel je gewoon totaal niet. Hij haakt lekker aan het gas. Het trekt lekker door. En allemaal wel in orde. Ja, je hoort wel dat je een driecilinder hebt. Wat is hij aan het doen? Geen idee. Hè? Je merkt gewoon, trekken doet hij wel. Helaas. Nou, zoals de echte Ford betaamt, gaat hij erg lekker door de bocht heen. Hij heeft het niet zo heel erg hard natuurlijk, maar deze auto staat op winterbanden. Het zit rond het vriespunt nou. Het heeft ook gesneeuwd. Dus we kunnen nou niet eventjes op de strepen gaan rijden van wat er kan. Maar wat ik gewoon merk is, de auto geeft heel veel stabiliteit. Hij voelt rustig. Ja, ik denk wel een leuke auto om mee te rijden. Echt leuk. Je voelt eigenlijk best wel goed wat hij doet. Ik heb geen idee wat voor een stuurbekrachtiging hierin zit. Hydraulisch of elektrische. Het zal wel een elektrische zijn. Zover ik het weet. Nou, vergeleken met andere auto's waar ik weet dat ze elektrisch hebben. Het feit dat ik niet weet of hier hydraulisch of elektrisch zit, is eigenlijk al een heel goed teken voor deze auto. Dat hij gewoon op dat punt, ja, gewoon erg goed in elkaar zit. Aardig voor elkaar heeft. Qua verbruikcijfers schommelen we rond de 5. 5,3, 5,5. Soms tikken we de 6 aan. Ik hoor links en rechts dat mijn gemiddelde 1 op 16 rijdt. Maar met het gemak en de rust, ik rijd nu cruise control, rijd ik nu 80 kilometer. En ik denk dat echt het verbruik nou wel eens 1 op 17, 1 op 18 kan zijn. Ik denk dat de 1 op 20 die in de boekje staat, die ga je niet halen. Maar wat ik wel merk is dat je vrij makkelijk laat ik het zo zeggen, mensen die een beetje feeling voor hun auto hebben, die zullen echt wel 1 op 18 kunnen rijden onder gunstige omstandigheden. Zo. Acceleratie gaat gewoon goed. Nou, gaan we nu maar eens de snelweg op. Deze auto heeft trouwens ook een stop-start systeem. Als de motor voldoende warm is, dan zal die in principe uitstaan. Dus op zich prettig, zodra de koppeling aanraakt, dan start hij weer. Nou, hij trekt lekker door. Het verbruik is een stukje gezakt. Ik voeg hem in. Nou, dan gaan we eerst even een stukje omhoog draaien. Hij geeft ook de verkeersborden weer die langs die weg staan op een of andere manier. Die schijnt hij herkennen. Ik mag hier 130, dan gaan we zo meteen nog even proberen. Nou, als we gewoon klokje 100 rijden, zitten we 5,6, 5,7, 5,8. Schommelt hij een beetje. In zijn 5 rijden we 100. Nou, ik vind het eigenlijk vrij stil. Het enige wat je eigenlijk hoort is een heel klein beetje windruis. En je hoort de banden. We zitten nou op winterbanden. En ik heb het idee van als je nou zegt van, goh, ik ga andere banden monteren, dan wordt het een stuk stiller. Dan ruimen we een hekje af. Dan gaan we nu versnellen.
Ik moet ze allemaal weer inhalen. Nou, dan rijden we constant 130. En nu zie ik een 6-5. 6-6. Mogelijk nog even oplopen richting 7. Ja, dat doet hij ook. 7,5. Omdat ik uit de jetstream van die andere auto komt. Kun je zien, als je 30 km harder gaat rijden, dan zie je zomaar dat je ook meer dan een derde aan verbruik er gewoon bij krijgt. Nou, de motor hoor je niet, de trillingen voel je niet. Het enige wat je eigenlijk hoort is meer witreis. Dat komt bij de voorspijlen vandaan. En het geluid dan van de achterkant. Er zit ook een systeem op in de buitenspiegels. Links en rechts. Vul maar even Bart daar, de buitenspiegel. Aan de zijkant zit een balkje. Die vertelt je of je kan in- of uitvoegen. Er komt zo'n oranje balkje dat er staan. Zelf vertrouw ik liever op mijn spiegels en over mijn schouder heen kijken, maar het zit er allemaal op. Zo, dan laat ik hem lekker uitrollen. Het gemiddelde verbruik is rond de 6. Dan zal er wel een onnauwkeurigheid in zo'n boordcomputer zitten, maar 1 op 16 en 17 hebben we zeker wel gereden, zeker wel. Ik kan eigenlijk niet anders. Ik kan niet alles concluderen dat deze auto toch eigenlijk best wel erg prettig rijdt. En desondanks toch aardig zuinig is. Ik heb echt niet het idee dat ik in een geknepen eco-autootje rijd die niet vooruit te branden is, waar geen leven in zit, die niet stuurt en alles. En ik heb het idee van deze auto dan op vrij brede 215 brede banden, 16 inch velgen, 215 breed. Nou, ik denk als je hier gewoon 195 onder doet, dat je dan zonder meer nog wat zuiniger rijdt, zodat je dan echt veel aan stuurprecisie inlevert. Goed, nou, we rijden nu weer 100. En we zien gelijk weer dat we weer gemiddeld 5 liter, gemiddeld iets meer ongeveer verbruiken. Ik denk dat het verbruik ook redelijk lineair is. Het is opgevallen dat heel veel auto's de eigenschap hebben, zodra ze boven 110 komen, dat ze echt behoorlijk beginnen te zuipen. Bij 105 nog aardig zuinig en 110 bof. Gelijk, dan gaat echt gelijk ieder 10 kilometer komt er als ware een liter per 100 kilometer bij. Deze auto niet heel erg veel last van. Dus dat betekent gewoon eigenlijk deze auto gewoon ongelooflijk goed in elkaar is gezet qua software voor de computer en voor de motor management. Hartstikke mooi. Laat ik het zo zeggen. Qua vermogen heb je de 125 pk niet nodig, maar ik denk dat de 6-bak misschien wel fijn is en misschien ja, 125 pk is op de Duitse autobaan misschien wel leuk, want dan kun je wat meer uit de 6-versnelling halen. Ik kan eigenlijk niet anders concluderen dat dit gewoon een ontzettend leuke auto is, die gewoon leuk rijdt, dus goed stuurt, niet te laatruchtig is. Ik zou deze auto mensen wel aanraden. Het dashboard ziet er mooi uit. Prettige materialen. Niks knakst of rammelt in de auto. Dat is vroeger bij Ford wel eens anders geweest. Ik ken het niet echt. Hier denk ik nou echt. Dit is een leuke auto. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer maar weer.